Beste kijker, welkom en fijn dat u kijkt naar een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In dit deel praten wij met Joey Lansdorff. De oktobermaand is vanaf 2011 de Pride Month in Suriname en dan schijnen we extra licht op de rechten van de LGBT-gemeenschap. Joey, welkom. Dankjewel. Hoe gaat het? Gaat best, dank je. Prima. Ik zei het net, we gaan praten over de Pride Month. Allereerst de oktobermaand. Waarom de oktobermaand voor de Pride Month kiezen? Er is een samenloop van omstandigheden. Men zou al sinds 2010 was men van plan te starten met de Pride Month. Op 2012, het jaar daarop. En toen is, 2011 is er dat voorgevallen. Een assembleelid heeft een uitspraak gemaakt dat een beetje LGBT-onvriendelijk was. En heeft men dat jaar, 2011, gezegd van, we moeten van het jaar iets eraan doen. En er was een bundeling van organisaties. En ze begonnen toen met een protestmars. Dat wat we nu kennen als de Pride Walk. Dat is in 2011 dus begonnen als een protest. En toen is hij dus uitgegroeid tot Pride Week. En nu hebben we een hele maand dus de Pride Month. Oké, de Pride Month. Goed, voordat we verder gaan, denk ik dat het belangrijk is als je de mensen vertelt wie Joey Lansdorff is en waarom jij je ook sterk maakt voor de rechten van de gemeenschap. Oké, ik ben mensenrechtenactivist en ik ben daarnaast ook comprehensive sexuality educator. Dus ik geef educatie op het gebied van seksualiteit, reproductieve en seksuele educatie. Oké, en waar is het allemaal voor jou begonnen? Het is allemaal voor mij begonnen tijdens de JAM. Dat was, ik denk, een jaar of 14 terug toen ik pas begon. De JAM is de Jeugdarm van Stichting Lobby. En toen ben ik daar begonnen met seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Het geven van voorlichting, et cetera. En daarna ben ik doorgegroeid naar diverse andere organisaties. Ja, tijdens de Pride Month zullen er verschillende activiteiten zijn om die bewustwording beter op gang te brengen en meer te advocaten over de rechten. Vind jij dat anno 2024 er genoeg bewustwording is? Bewustwordingsactiviteiten zijn er zeker wel. We hebben discussiedagen, we hebben awarenesscampagnes, we hebben trainingen, we hebben groepcohesie-events, we hebben feestjes. Dus er is wel genoeg voor awareness dat naar buiten wordt gepusht. Maar als vanuit de samenleving zien we dat het is niet slecht, gaat niet slecht, het kan natuurlijk veel beter. Maar we zien dat er nog steeds toch een zekere mate van weerstand is. Ja, we hebben vaker gesprekken gevoerd met mensen en het eerste wat mensen zeggen is ja, ze pushen het eigenlijk, ze pushen die rechten. En waarom is het verplicht dat ik moet kunnen kiezen? Hoe kijk je daarnaar? Dat wordt heel vaak gezegd, maar als we kijken naar mensenrechten, LGBT-rechten zijn ook mensenrechten. En ieder mens heeft het recht om zijn rechten zo goed mogelijk te beleven. Snap je? En als we kijken naar LGBT-rechten, zien we dat in Suriname vooral, dat er heel wat wetten zijn die eigenlijk LGBT'ers weerhouden om hun recht tot zijn valse te beleven. Oké, en los van bewustwording creëren, wat vind je dat er gedaan moet worden om die samenleving bewust te maken over het wat je hebt uitgelegd? LGBT-rechten zijn gewoon mensenrechten. Ik denk dat we meer moeten bezig zijn met awareness. Wat we nu al doen, gewoon door blijven doen. Maar natuurlijk ook eigenlijk vanuit de schoolbanken, de jongeren, op een age-appropriate manier leren van, er kan een man zijn die bijvoorbeeld verliefd wordt op een man of een vrouw die verliefd wordt op een vrouw. En natuurlijk ook over alle aspecten van seks. Wat we eigenlijk nu al doen, comprehensive sexuality education. En natuurlijk als we zeggen op school, dan bedoelen we elke klas is het natuurlijk een appropriate voor die klas. Ja. Toch? We gaan een kind van 5 jaar bijvoorbeeld niet gaan bombarderen met een condooms en et cetera. Maar wel leren over hygiëne tijdens als je opgroeit. Dat heeft ook te maken met je seksualiteit. En hoe verder je gaat, hoe meer je leert over dit soort zaken. Waardoor men ziet dat het wel iets is dat er bestaat en je kan er eigenlijk niet onderuit.
Ja, als we kijken in de samenleving, zijn steeds meer mensen nemen de stap om zich iets vrijer te uiten. Dat is eigenlijk al een pluspunt voor de community. Maar dan nog heb je mensen die in een bepaalde samenleving of ja, in een bepaalde omgeving opgroeien, die een beetje een taboe, daar is het een beetje een taboe sfeer, zeg maar. Wat zou je advies geven aan deze mensen als het gaat om je seksualiteit tot zijn uiting laten komen? Het is een moeilijke kwestie, omdat als wat je zei, soms is het een moeilijke situatie, een moeilijke omgeving. Dan is het soms heel onveilig voor zo iemand om bijvoorbeeld zijn seksualiteit of haar seksualiteit te uiten als ze dat willen. Mm-hmm. Omdat dat soms niet geaccepteerd gaat worden, kan worden. Dus het is belangrijk dat je wel doet wat je veilig stelt. Als je weet dat je omgeving daar heel slecht op gaat reageren, dan raad ik je aan om dat niet te doen. En dan natuurlijk wachten tot je dus daar eigenlijk sterk voor sterk bent. Financieel, emotioneel, mentaal ready daarvoor bent. Om te zeggen van, hey, ik ben nu ready om dat te doen. En ik sta in voor de consequenties wat ze ook mogen zijn. Als je bijvoorbeeld 10 jaar bent, 12 jaar bent, dan snap ik best dat je bijvoorbeeld nog afhankelijk bent van je ouders. Ja. En dat je, als je uit huis zet of iets dergelijks, dan sta je daar. Dus wacht tot je dan eigenlijk stabiel bent om te zeggen van, hey, ik maak deze keuze. En als ze dat niet accepteren of niet, maar dan heb ik wel mijn backup en dan weet ik wel wat ik zou moeten doen. Ja, uit gesprekken hebben we ook kunnen merken dat er ook nog een beetje onwetendheid is over de verdeling van de community. Waarvoor die L staat, die G, die B. En in principe heb je elke dag wat je bijna weer geconfronteerd met een nieuwe groep, zeg maar. Mm-hmm. Denk je dat dit verwarring brengt en een beetje onduidelijkheid, niet willen begrijpen onder de samenleving? Dat ze zoiets hebben van, hey, jullie brengen ons at this point in the war. Hoe kijk je daarnaar? Het zou kunnen, maar daarna zeg ik ook, men leert wat ze willen leren. Want er zijn andere complexere vraagstukken, complexere begrippen waar mensen zich wel in willen verdiepen. Toch? Dus ik zeg van, als je het wil leren of als je het wilt weten, dan is het niet zo iets moeilijks, is geen rocket science. Je kan gewoon googlen en je vindt alle begrippen even nalezen. En je weet wat ze eigenlijk allemaal betekenen. Ja, en we gaan het nu vanuit de kant van de ouders bekijken. Ouders die bijvoorbeeld wel doorhebben. Je hebt verschillende groepen. Je hebt ouders die bijvoorbeeld religieus zijn. Laten we bij die groep beginnen. En maar niet willen accepteren dat dat kind bijvoorbeeld een andere seksualiteit heeft. Wat zou jouw advies zijn aan die ouders? Ik denk dat het belangrijk is dat zulke ouders ook begeleid moeten worden. Want daar is natuurlijk ook een stukje acceptatie kan daarbij kijken, want de ouders moeten het ook accepteren. En dat kan ook een proces zijn. Dus meestal wat ik deze ouders aanraad is mensen opzoeken of andere ouders opzoeken die soortgelijke situaties ooit hebben meegemaakt. Mm-hmm. Toch? Die een kind hebben die bijvoorbeeld andere seksualiteit heeft. Dat je dus zo'n ouder opzoekt en praat van, hey, hoe heb je het aangepakt? Hoe ben je ermee omgegaan? Wat zijn de do's en wat zijn de don'ts? Weet je, best practices van die ouders overnemen. En juist van wat je niet moet doen, kan je dus ook horen van deze ouders. En dan denk ik dat als je dat allemaal doet, dus de mensen opzoekt die eigenlijk hetzelfde als jou meemaken, dat je wel heel veel gaat leren en een beetje open-minded zal worden. Ja, je hebt het woordje gebruikt, acceptatie. Ik wil even daarop inhaken. Mm-hmm. Denk je niet dat zelfacceptatie bij bijvoorbeeld een kind A, die heeft zoiets van, hey, wacht even, ik voel bijvoorbeeld een vrouw, toch? Ik voel niet voor mannen, ik voel juist eerder voor vrouwen. Hoe belangrijk of welke rol speelt zelfacceptatie in het hele proces eigenlijk van iemand die zeg maar tot de community behoort? Zelfacceptatie is belangrijk. We roepen het in ons vakjaar gaan zeggen we coming in. Dat wil zeggen, je gaat jezelf moeten accepteren. Mm-hmm. En het is natuurlijk heel belangrijk. Sommige mensen hebben daar een begeleiding bij nodig. Omdat ze natuurlijk altijd van de samenleving hebben begrepen hoe verkeerd en hoe slecht en hoe dit het is. Dus het accepteren kan een beetje moeilijker gaan. Mm-hmm. Maar er zijn altijd organisaties die je kunnen begeleiden, die je kunnen helpen. Je kan contact opnemen met psychologen, met counselors. Die je dus eigenlijk kunnen begeleiden door dit proces van jezelf accepteren, jezelfbeeld versterken, jezelfvertrouwen versterken, et cetera. Mm-hmm. Dan gaan we weer terug naar dat van die ouders. En je hebt bijvoorbeeld ook ouders die bijvoorbeeld zien van, hé, mijn kind is anders en ik stel me eigenlijk al helemaal open, maar dat kind, er is nog een barrière dat we niet kunnen doorbreken. Waaraan kan dat liggen?
Ik denk dat het natuurlijk door onze samenleving, het ligt aan onze samenleving, want zo zit het eigenlijk in elkaar dat ouders en kinderen niet gewend zijn om te praten over complexe onderwerpen. We kunnen praten over de politiek, we kunnen praten over voetbal, et cetera, maar over seks en seksualiteit is het een beetje moeilijker om te praten met je ouders. Ik zie dat dat wel een beetje anders wordt nu, dat de nieuwe ouders daar wel proberen te praten met hun kind over. Maar de oudere generatie vooral, die praten niet met hun kinderen daarover, omdat ze het ook nooit hebben geleerd. Dus het is een beetje raar voor hun. Maar als wat ik net ook zei, er zijn ook een ouder en kind een consulten die je kan bezoeken. Je kan naar de psycholoog gaan, je kan naar de counselor gaan. Je hebt jeugdpsychologen die ook kunnen helpen hiermee. Eigenlijk om je tips en tics te geven van, hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik om met een kind, zijn of haar seksualiteit of met gedragsproblemen? Eigenlijk het opvoeden van een kind in zijn totaliteit. Oké, wat we ook vaak horen, het is een fase. Mm-hmm. Is het een fase? Nee, het is geen fase. Het is geen fase. Heel veel mensen zeggen dat het een fase is, omdat ze willen dat het overgaat. Maar als je nou eenmaal zeg maar, je bent lesbisch of je bent biseksueel, blijf je daar gewoon voor de rest van je leven. Je kan het natuurlijk onderdrukken, maar je bent het of je bent het niet. Ja. Oké, en we horen ook heel erg vaak dat het niet zou moeten dat ouders hun kinderen van jongs af aan die keuze zouden moeten laten maken. Want een kind moet een kind beleven. Hoe kijk jij daarnaar? Die kinderen ze maken al een keuze. Ze weten van wie ze houden en van wie ze niet houden. Mm-hmm. En al van jongs af hebben we onze kinderen die keuzes al laten maken. Het is niet nieuws onder de zon. Je kind komt naar huis en hij of zij zegt dat ze een vriendje of een vriendinnetje hebben op school en iedereen jeugt het toe. Dus het is niets nieuws dat er allemaal gebeurt. Je gaat je kind misschien niet encouragen om een vriendje of een vriendinnetje te hebben, maar als het gebeurt, is het belangrijk dat je dus dan gewoon praat met dat kind, omdat het ook een fase is, de tienerperiode. De puberteit, de adolescentenperiode, is allemaal periode die dat kind eigenlijk een bepaalde ontwikkeling ondergaat. Dus het is belangrijk dat jij dat kind door dat hele traject begeleidt. En eigenlijk niet afstoot, niet zeggen nee. Want kinderen of mensen hebben de gouden neiging als je ze zegt dat ze iets niet moeten doen, dat ze thuis willen doen. Ja. Maar dat je ze juist gaat begeleiden door dat proces. Om te zeggen van, zeg me alles zodat ik weet wat ik je kan zeggen. Weet je, dat je veilige keuzes maakt bijvoorbeeld. Ja, dus met andere woorden, net als hoe je geboren wordt als hetero, word je geboren als lesbisch eigenlijk. Klopt. Oké. Kan het zo zijn dat bijvoorbeeld dingen in de opvoeding iets stimuleren, want dat is ook weer wat dat we horen. Ja, je bent bijvoorbeeld uitspraken. Je hebt altijd gezegd, je wordt een meisje. Ik kies wel een boy, nooit doe ik wel een meisje. Of ja, is een boy geboren toen zit, je hebt hem huishoudelijk werk laten doen, daarom is hij gay. Berust dat op de waarheid? Nee, zeker niet. Zeker niet. Als dat het geval was, dan was het juist andersom. Omdat we vaker zien dat ouders die hun zonen bijvoorbeeld, of vaders die hun zonen zwaar werk laten verrichten, et cetera, dat ze eigenlijk toch gay kunnen worden. Mm-hmm. Toch gay kunnen zijn. En meisjes die eigenlijk hele lieve met papa hebben gespeeld, et cetera, dat ze eigenlijk toch lesbisch kunnen zijn. Dus het heeft eigenlijk niets daarmee te maken. Het heeft eigenlijk gewoon te maken met hoe jij je voelt. Toch? En dat heeft niets te maken met je interesses, het heeft niets te maken met je hobby's. Het heeft gewoon te maken met jouw gevoel als mens. Ja, ik denk dat het belangrijk is als we deze dingen ontzenuwen, want dit leeft wel echt in die samenleving, dat men dat zeg maar denkt. We zijn nu in 2024, we merken dat de rechten steeds, de LGBT-community eist steeds meer en meer zijn plek. En laten we steeds meer hun stem horen. Als we kijken naar de toekomst, zijn er bijvoorbeeld in Suriname, als je twee dingen zou moeten opnoemen, die je graag veranderd zou zien met betrekking tot de rechten van de community, welke zouden die twee dingen zijn? Niet eens veranderd, want heel veel staat er al in onze grondwet. Het moet gewoon nageleefd worden. Toch? En dan hebben we het over de gezondheidszorg. Dat is eigenlijk een van de grootste knelpunten. Want heel veel personen van de community willen geen gebruik maken van de gezondheidszorg, omdat er heel veel discriminatie op dat gebied plaatsvindt. Dus ze gaan bijvoorbeeld niet voor een screening, ze gaan niet voor om te testen, et cetera. En wat maakt dat eigenlijk het aantal HIV-cijfers, SOA-cijfers, blijft stijgen onder de community?
Dus dat zou eigenlijk moeten veranderen. En omdat ze een klantgericht en een klantvriendelijke services bieden voor iedereen. Ja, dus dat is voor mij een van de belangrijkste dingen die ik veranderd zou willen zien in Suriname. Oké, en als we kijken naar social media, ons grootste platform nu, om awareness te verspreiden, daar merken we ook verschillende uitlatingen die gedaan worden. Denk je dat Suriname ready is voor die complete verandering, om het gewoon als, van hoe dan ook, beetje bij beetje schouwen er doorheen, maar om die hele mindshift teweeg te brengen, denk je dat we er ready voor zijn? Ja, ik weet niet of dat iets is om te zeggen. Als we er ready voor zijn, ik denk niet dat geen enkel land of geen enkele gemeenschap was daar ready voor. Mm-hmm. Maar ik denk dat at some point, of ja, ik zou zeggen, niemand is ready voor verandering. Toch? Omdat een hele grote verandering kan een beetje een onzekerheid met zich meebrengen, uneasyheid met zich meebrengen. Maar het moet. Het is van imminent belang dat die verandering komt. Toch? En mensen kunnen zich in het begin wel een beetje ongemakkelijk bij voelen. Maar het is belangrijk als we vechten voor mensenrechten, vooral als we kijken naar de Sustainable Development Goals die we 2030 willen bereiken, dat we deze veranderingen wel moeten doorvoeren om ervoor te zorgen dat eigenlijk alle challenges die we een face als land, dat geëlimineerd wordt. Oké, en tot slot, heb je een boodschap of een wijze les die je wilt delen met jongeren die nu kijken naar het programma en die advies goed kunnen gebruiken? Mag je dat in de camera doen? Zo, aan de jongeren wil ik zeggen, aan een gemeenschappelijk voor het eerst zeggen, happy pride. Aan de jongeren die kijken wil ik zeggen, be yourself, accepteer jezelf. Als je dat niet op je eentje kan, er zijn organisaties die je kunnen helpen. Maar daarnaast accepteer ook je medemens, accepteer je broeders en je zusters, wees lief voor elkaar en ja, dat wil ik zeggen. Dankjewel Joey, we blijven je natuurlijk volgen, ook een happy pride voor jou en we hopen je heel gauw weer terug te zien. Dankjewel. We hebben gesproken met Joey Lansdorf over de Pride Month. Zoals u dat heeft gehoord, verandering is nooit makkelijk, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat we als samenleving werken richting acceptatie van de community. Dat was het wat betreft het eerste deel van In Gesprek Met, maar gaat u nog niet weg, want we hebben een tweede deel voor u. Goedendag kijkers, welkom in het tweede deel van In Gesprek Met. Wij zijn op bezoek bij de huisartsen spoedpost in het Sint Vincentius ziekenhuis, waar wij een follow-up gesprek hebben met de directeur-oprichter de heer Jurgen Rens. Hij gaat ons een beetje meer vertellen over hoe de stand van zaken operationeel hier gaat bij de spoedpost, want het is straks bijna een jaar sinds de oprichting. Kijkt u mee. Meneer Rens, welkom wederom terug in ons programma In Gesprek Met. Ja, goeiedag, ja, dankjewel dat ik er mag zijn. Ja, absoluut. Net als wat ik aangaf in mijn intro, zijn we weer bij u op bezoek, want we waren bij u tijdens de opening. Het was net een weekje of zo dat de huisartsen spoedpost was geopend. We zijn er straks bijna een jaar verder. Heeft u al een tussentijdse evaluatie voor onze kijkers? Hoe het er nu aan toe gaat bij de huisartsen spoedpost? Ja, het is... Is zoals al gehoopt is het een succes. We zien heel veel mensen, maken dus heel veel mensen ook blij met goede zorg. Dus ja, het wordt steeds drukker bij ons. En dat is wel leuk om te zien. Had u dat zelfs verwacht? Nou, ik wist natuurlijk dat de behoefte er was om zorg te leveren, vooral in de eerste lijn. Maar we hadden wel verwacht dat het druk zou worden, maar we zien wel dat de patiënt het ook waardeert dat het op deze manier geschiet. If memory serves me, hadden we het erover dat jullie het hier makkelijker willen maken, dat jullie niet graag willen dat mensen urenlang hier komen zitten en dat ze dan liever van tevoren bellen. Hoe is dat systeem gegaan met het nummer 124, als ik me niet vergis? Ja, het is een mooi nummer. Ik vind nog steeds dat mensen nog steeds te weinig bellen. Hoewel het nummer 124 is een gratis nummer. Maar we zien wel dat er wordt wel gebeld naar ons toe. Dus wij kunnen wel aan de telefoon mensen beoordelen en dan advies geven.
Dus ja, we zien wel dat het werkt. En mensen wachten ook bij ons niet te lang. Dus dat is inderdaad wel een van de verdiensten. Hoe is het verder afgelopen? Want ik weet nog, we hadden het over dat jullie mensen met en zonder verzekering helpen. Is dat nog steeds het geval? Nou, ik denk dat we in de afsluitende of afrondende fase zijn van de gesprekken met alle verzekeraars. En ik hoop dat ik binnen een maand of twee wel iedereen kan zien. Met, ja, maakt niet uit welke kaart je hebt, dat je gewoon kan aanmelden. Voorop staat nog steeds dat we iedereen zien die in nood is. Dus dat is wel belangrijk om mee te geven. Maar een verzekering is wel van belang. Absoluut. Ik ga er ook vanuit, bij een spoedpost zullen er ook drempelkosten zijn. Zijn die er ook? Ja, onze drempelkosten zijn nu 300 SCD per bezoek aan de spoedpost. Als u een vergelijking kan maken met het afgelopen jaar naar nu net het eerste kwartaal van 2024, welke vergelijking kunt u allemaal maken? Nou ja, als je kijkt naar het afgelopen jaar, nou, toen wij dus begonnen hier, toen moesten natuurlijk bekend worden. Mensen kennen dit natuurlijk niet, deze manier van werken. Ik heb afgelopen week toevallig nog een patiënt gesproken die het een beetje raar vond dat ze heel veel vragen moest beantwoorden bij de deur. Of in ieder geval in onze triagekamer. Maar als je dus mensen uitlegt van, hey, dit is waarom we die vragen stellen, dan snappen mensen het ook. En ik zie wel dat mensen wel gewend raken aan de manier van hoe wij dat hier doen. De vriendelijkheid en het feit dat je gewoon hier als een patiënt behandeld wordt die ja, toch wel, als iemand in nood is, dan is hij hier aan het juiste adres. Dus onze mensen zijn zeker zeer adequaat in het behandelen van die patiënt, maar ook de communicatie richting de patiënt is hier heel anders. Het is een ander standaard. Oké, zou je dan even kunnen uitleggen, ik gaf in het begin aan, men kan bellen naar 124 om aan te geven, ik heb dit en dit en dit, doet vreselijk pijn. Zijn jullie open, mag ik langskomen? Dus kunt u daar even uitleggen hoe het proces precies gaat, mocht iemand bellen en mocht iemand niet bellen, en wat ze dan tegenkomen als ze binnenstappen? Ja, kijk, als je dus belt met 124, dan krijg je een arts aan de telefoon, het is een triagearts. En deze arts die gaat jou bevragen, die stelt medische vragen aan de hand van hetgeen waar je voor belt. Dus als je voor hoofdpijn belt, dan gaat hij daar vragen over stellen en hij gaat eigenlijk uitsluiten als je op dat moment in medische nood bent of als je een spoedprobleem hebt op dat moment. Stel voor dat je in medische nood bent en je kan niet uitrijden of noem maar op, dan kunnen wij zelf met onze ambulance van het Sint-Vincent ziekenhuis kunnen wij naar je toe komen om je thuis te beoordelen. En in het geval dat je echt super ziek bent, kun je meteen transporteren, stabiliseren en transporteren naar het AZ. En als het wel meevalt, dan kunnen we je meenemen naar het Sint-Vincent ziekenhuis. En dan kunnen we hier verder ons werk doen. Dus dat is het aan de telefoon. De reden waarom ik vraag om te bellen is omdat ik dan niet alle specialismen hier in huis heb. En het is ook aan de andere kant ook tijd besparend, zeg maar, als iemand belt. Want als ik al weet dat ik hem hier niet kan helpen, hem of haar niet hier kan helpen, dan kan ik hem meteen sturen naar het juiste ziekenhuis, die wel de specialisme in huis heeft. Daarnaast zien we wel dat er nog steeds heel veel mensen komen. En wat me wel is opgevallen, vooral in bijna dit jaar dat we dus nu draaiende zijn, is dat mensen komen en mensen komen vaak veel te laat. Dus wanneer de klachten al zo ver gevorderd zijn dat er eigenlijk in de huisartsenzetting niets meer aan te doen is. Dus dan moeten die mensen naar de SCA. En vaak zie je ook dat mensen in blinde paniek hier naar binnen rennen. Met kinderen die super benauwd zijn of soms ook niet meer ademen. Dat hebben we al een paar keer meegemaakt. Is van belang om te weten dat wij huisartsenzorg leveren en we zijn geen eerste hulp. En ik snap wel de paniek. En als iemand hier naar binnen komt, dan doen we er alles aan om iemand te helpen. Maar dat blijft nog steeds dat we geen eerste hulp zijn. En om de mensen inderdaad gewoon doorsturen naar een ander ziekenhuis. Of naar het AZ in dit geval. Is het dan vaker juist voorgekomen dat mensen van het AZ patiënten sturen hierheen? Nou ja, je ziet wel dat de drukte, en dat vind ik wel mooi om te zien. En dat is ook in de visie van dit bedrijf. Is dat wij de eerste lijn zorg willen wij goed vormgeven.
Dus als er een niet-spoedklacht is op een drukke SEH, maar één SEH in Paramaribo, dan is het logisch dat die patiënt wordt verwezen naar een huisarts op spoedpost, in dit geval naar ons. Dus we zien inderdaad wel dat er veel mensen aangekondigd of soms onaangekondigd bij ons komen. En die vangen we dan op en die gaan we dan gaan we gewoon ons huisarts werk doen. U legde de nadruk op de naam. Het is sowieso huisartsen spoedpost en geen spoedeisende hulp. Maar ik neem dan sowieso aan dat we niet alleen huisartsen hier hebben. Heeft er sowieso één of twee mensen die er iets meer uitgebreider van verschillende ziektes zijn, wel een rolcall hebben? Nou ja, we zitten wel in een ziekenhuis. En het mooie is dat wij dus een hele mooie samenwerking hebben met dit ziekenhuis. Waarbij de specialisten ook inkomen wanneer het nodig is. Basiszorg en huisartszorg is altijd eerste lijnzorg. En je kan hier als huisarts op de post kan je nog wat meer kennis hebben, maar het blijkt nog steeds dat je, als je iemand naar de specialist moet verwijzen of als je moet overleggen, zou je toch wel moeten bellen met een van de specialisten van het ziekenhuis om het beleid daar af te stemmen. Maar basiszorg is, huisartszorg is ons ding en daar zijn we gewoon het beste in en daar zijn we gewoon trots op dit moment. Dus als ik je goed begrijp, om te voorkomen dat mensen met of dat mensen half levend en bijna niet meer ademend hier binnenvallen, dan staat u liever open dat iemand belt, zodat u ook gelijk kunt aangeven. Met zoiets zou ik u liever aanbevelen om gewoon direct richting het SIH te gaan, neem ik aan. Dat klopt inderdaad. Omdat het idee is vaak bij de mensheid dat wanneer ze dus komen aanlopen, dat het voor hun tijdsbesparend is. Als u komt aanlopen met een klacht waarvan ik hier de specialiteit niet heb, dan moet ik u ook laten uitweiden naar een ander ziekenhuis. En dus dat heeft niet zoveel zin. De dokter aan de telefoon weet precies wat we in huis hebben. Die weet ook precies van oké, deze patiënt is in levensnood. En in hele erg gevallen kunnen we zelf naar huis rijden om dat meteen te stabiliseren. Dus dat zijn wel grotere verschillen, zeg maar. In ons vorige gesprek hadden we het erover de openingstijden. Het is vanaf laat in de middag, want u gaf de normale huisartsen zijn open van 's morgens. Staan er nu wel veranderingen op komst of zegt u nog niet? Nee, kijk, nogmaals, kijk, we zijn een huisartsenspoedpost. Ik ben van mening dat de huisarts overdag open moet zijn of open is tot en met 5 uur. En daarna kan de avonddienst het overnemen. Van 5 tot de volgende ochtend 7 uur. Die ambitie ligt er nu niet om te zeggen van hey, we zijn de hele dag open. Want dan ga je eigenlijk je doel voorbij. Zeg maar. We zijn er voor spoedeisende huisartsenzorg die niet kan wachten tot de volgende dag dat de eigen dokter er is. En daar zijn we dus goed in en dat wil ik gewoon graag zo houden. Dus voor kijkers thuis. Ik denk dat de dokter Rens het bedoelt met, mocht uw huisarts gesloten zijn en u heeft dringend hulp nodig en u wilt niet naar het SIH, tenzij het een spoedgeval is, dan kan men dan vanaf 5 uur dan hier terecht. Ja, dan kan men vanaf 5 uur bij ons terecht voor huisartsenzorg. U bent in principe de vraag even geskipt toen ik u vroeg van mochten mensen binnenstappen, hoe eigenlijk het ontvangst is. Kunt u weer daarop invallen met welke type vragen worden gesteld als die persoon niet heeft gebeld? Nou, eigenlijk is het hetzelfde als aan de telefoon. Het enige verschil is dat we je dan nu voor ons zien en dat we al meteen een bepaald beeld hebben. Want we zien iemand levend staan. Of ja, we kunnen heel veel aflezen aan het gezicht van iemand. En dan gaat die persoon mee, na het inschrijven gaat die persoon mee naar de triagekamer. Volgens protocollen, iedereen die binnenkomt, wordt binnen 10 minuten van de stoel gehaald. Ik moet aangeven dat het soms niet lukt, omdat we soms echt een hele grote batch met mensen zien die naar binnen komen. Desondanks, gemiddeld, is iedereen wel binnen 10 minuten van de stoel, van de wachtkamer, in de triagekamer. En dan worden de vragen gesteld en dan wordt de urgentie vastgesteld. En aan de hand van die urgentie wordt iemand gezien. Stel voor iemand heeft een hogere urgentie, dat zeggen nou een spoed dan in dit geval in medische terminologie, is dat een U2. Dat betekent dat die patiënt binnen een uur gezien moet worden. Dan komt hij meteen door naar achteren. Maar alle
andere kleine dingen. Ik kan je voorstellen, misschien iemand met een enkel probleem die een verstuiking heeft van zijn enkel. Dat is vervelend, dat is pijnlijk. Maar dat heeft niet zoveel zin om die patiënt dan meteen naar achter te sturen. Dus dan mag die patiënt even plaatsnemen. Desondanks zal hij binnen een half uurtje na binnenkomst al door een dokter gezien zijn. Dus dat is wel hoe het werkt in een notendop. U gaf daar ook aan van jullie zijn nu bijna aan afrondende fase met alle verzekeraars. Want ik ben er sowieso van zeker van, een spoedpost draaien is niet gratis. Er zijn sowieso kosten aan verbonden. Hoe staat het nu met de kosten? Want ik ga niet precies zeggen waar we hadden gesproken, want straks ga je horen. Maar hoe staat het nu? Komen mensen hun achterstallige bedragen die ze moeten betalen? Want je komt, je betaalt je drempelkosten en daarna kunnen er andere kosten bij komen. Hebben jullie nog steeds problemen met de andere kosten die bijkomen na de drempelkosten? Ja, kijk, weet u, het is heel belangrijk om te kijken naar de ethische plicht die een dokter aflegt. En dat betekent dat hij de zieke mensen altijd moet helpen. Dus als iemand hier aankomt en iemand is niet verzekerd, dan is die gezondheid van die persoon onze eerste prioriteit. We zien wel dat mensen nu steeds vaker terugkomen om hun schuldbekentenis te betalen. Maar ik zou het wel graag vaker zien dat ze hun schuldbekentenis komen betalen. En dat is wel van belang om dit soort initiatieven zeg maar, toch wel draaiende te houden. Desondanks gaan wij niet kapot aan, nog niet kapot aan dit, gelukkig. Want we hebben een mooi bedrijf, een mooi zorgbedrijf. Het draait gewoon goed. Maar het is wel van belang dat die schuldbekentenissen dat, ja, gewoon betaald worden. Mooier zou nog zijn als iedereen gewoon een verzekering heeft. En dat is het belangrijkste in dit geval. Want om te praten over geld terwijl je met iemand bezig bent, dat is altijd iets lastigs. Dat is niet iets wat een dokter moet doen, vind ik. Dus iemand moet gewoon een verzekering hebben, een verzekeringskaart meenemen. En dan krijgt hij de beste zorg die voor op dat moment nodig is. Dus als ik je dan goed begrijp, gaat het niet alleen want jullie kwaliteit zijn hoog, maar u ziet graag dat de continuïteit blijft. Klopt, en dat is van essentieel belang. Want het is lastig om iemand weg te sturen die geen geld heeft. Erger nog, iemand wegsturen die geen geld heeft en wel ziek is, is ook nog strafbaar. Je kan daar ook nog voor vervolgd worden. Dus dat doe je natuurlijk niet. En het is ook, iedere dokter heeft een soort zorghart. En het zorghart zegt van, iemand is ziek en die persoon moet gewoon geholpen worden. En we zien achteraf wel hoe we dat gaan doen met die kosten. Dus dat hebben we nog steeds. We laten dus iemand wel een schuldbekentenis tekenen. Maar het is wel van belang. Ten eerste, regel die verzekering. En ten tweede, als je dat niet hebt geregeld, kom gewoon netjes die schuldbekentenis betalen. Want ja, we hebben wel alles eraan gedaan om je weer te herstellen. Ja, maar u ziet het zelf. Het is de manier waarop jullie er omgaan. Maakt niet uit hoe jullie... Jullie dokterlijke plicht staat sowieso voorop. Hier wonder het tweederde deel eigenlijk van de mensen dan liever naar hier komen. Want ik heb begrepen dat het niet altijd zo soepel eraan toe gaat in het SIH. Dus mensen zijn vaak ook heel gefrustreerd. En men geeft ook aan, als je weet dat je geen verzekering hebt, tenminste geld op zak. Zodat je weet dat je tenminste geholpen kan worden. Deelt u ook dezelfde mening? Ja, en dan ga je een beetje op glad ijs begeven. Het is van belang om dit te benadrukken. Als medici, zeg maar, dus medici die hebben een plicht, die hebben een eed afgelegd om iedereen te helpen. En die eed staat een beetje los van het financiële. Dus wanneer iemand dus bijvoorbeeld, stel je voor, u komt hier 3 keer aan en wij registreren iedereen die binnenkomt namelijk. Tegenwoordig ook iedereen die dus, we hebben een heel mooi systeem nu die ook onthoudt wanneer iemand een schuldbekentenis heeft. En het kan gewoon best zijn dat we dan gewoon kijken als u dus 2 keer komt van, hey, dit is niet spoedeisend. Dus ja, u gaat morgen maar naar uw huisarts en u heeft nog wat openstaan bij ons. Dus dat is het gevolg van niet komen betalen. En dus er zijn wel consequenties aan verbonden. We weten iedereen te traceren die een schuldbekentenis heeft. Dus dat staat vast. Alleen, we zijn ook bezig met een deurwaarder om onze gelden zeg maar, te halen. Alleen, als het op dat moment in de acute fase is, is het niet van belang.
En dus zelf die persoon die na 3 keer langskomt en niet betaald heeft, die dan op dat moment in levensnood is, zelf die persoon die verdient de beste zorg die op dat moment te krijgen is. En ik denk dat dat een manier is van hoe je jouw zorgbedrijf een plekje geeft in deze maatschappij. En dat doen we graag. Maar desondanks, die schuldbekentenis moet u gewoon netjes komen betalen. Absoluut. We zitten op een huisartsenpraktijk. De naam zegt het al, huisartsen. Hoeveel huisartsen heeft u ter uw beschikking hier? Dan is het echt ook een gewetensvraagje. Ik zou denken dat we nu in totaal hebben we 70 man in dienst ongeveer. En dat zijn heel wat parttimers. We hebben ongeveer zo'n 25 huisartsen, dus beëdigde artsen zeg maar in dienst. Artsassistenten en co-assistenten die hier rondlopen. En dat is toch wel een volle bak. Ja. Maar ik bedoel de per shift? Per shift, ja. In de avond hebben wij 1 huisarts op dienst. 2 assistenten en ook nog een triagist. En een Bali-medewerker. Dus dat is onze dienst. Absoluut. Ik weet nog, in ons vorige gesprek had ik het erover van hoe bent u eigenlijk op het idee gekomen om zo een huisartsenspoedpost te openen. U heeft zelf aangegeven door onderzoek te doen, weet u sowieso dat er een vraag ernaar is. En we hadden het ook over uitbreiding. Okay, we hebben het gehad over uitbreiding van de tijden. Die zit voorlopig niet, is nog steeds toekomstmuziek. Maar denkt u dat er nog uitbreiding, misschien een andere locatie, nog in de planning zit? Ja, ik denk dat we aan het einde van dit mooie jaar een mooi gesprek hebben daarover. U laat mensen gewoon op de tip van een stoel zitten. Ja, zeker. Ik denk niet dat je al te veel moet laten zien. Ik denk dat je in de praktijk moet laten zien dat wat je kan. En aan het eind van dit jaar hebben wij toch wel een mooie verrassing voor het Surinaamse volk. Okay, ik hou je eraan. naast de ploeg die er hier zit van 5 tot, ik denk, tot 12. Oké. Want we weten dat er een hele poos een medicatietekort is met verschillende type medicaties. Hebben jullie dat probleem ook, dat jullie mensen niet gelijk medicatie kunnen geven van, weet u, dit kunt u gebruiken als u thuis aankomt, of gaat u liever naar een wachtapotheek? Nou, het medicatietekort, daar hebben we geen last van. En dat heeft te maken met het inkoopbeleid van ons. En we hebben een goede samenwerking met de apotheken in de buurt. Waaronder apotheek McDonald's onder meer en apotheek Noord. Dat zijn toch wel apotheken die innovatief zijn en ook meedenken in de bevoorrading van de spoedpost. Maar onze eigen huisapotheek die doet ook genoeg om ons te bevoorraden. Dus dat vinden wij ook gewoon geweldig. Dus de medicatietekort op de post hebben wij niet. Het is wel zo dat het medicatietekort is in het land. Ja, dus het kan wel zijn dat wanneer er hier iets wordt uitgeschreven, dat die patiënt zeg maar inderdaad naar een wachtapotheek moet gaan. En dat die wachtapotheek het niet heeft. En het is aan ons om te kijken van is het middel wat die patiënt nu moet krijgen, is het een tekort in het land en geven wij uit onze eigen voorraad iets mee. Ja, zodat hij misschien over 2 dagen of 3 dagen wel bij een apotheek iets kan ophalen. Dus dat doen wij wel vaak. Ja. Maar is het wel voorgekomen dat jullie iemand moesten sturen om liever een apotheek op te zoeken? Recent niet. Nee, omdat wij over het algemeen geven wij de meeste medicatie uit. Dus stel voor, je hebt een antibiotica kuur, het is nu 12 uur 's avonds. En je moet nu beginnen, dan geven we je meteen een voorraadje mee voor 2 dagen. En die moet je dan wel aftikken, die moet je wel gewoon betalen, net als normaal. Dan moet je dan ergens anders je gelden terughalen. Maar omdat wij het uit onze eigen voorraad en het belang van de gezondheid van de patiënt staat voorop, om nu te beginnen met een medicament, geef het gewoon mee. En als hij overdag bij een apotheek kan gaan om het te halen, dan is dat gewoon prima. Ik denk dat ik een ingewikkelde vraag ga stellen, want aangezien we het hebben over een huisartsenspoedpost, maar mochten jullie zeker willen zijn dat als iemand komt met, laten we zeggen, heel erge buikpijn, en jullie weten niet of het de maag is, of de, hebben jullie wel die voorzieningen om precies te kunnen weten, in plaats van gewoon te voelen en te vragen, doet hier pijn. Maken jullie ook foto's hier of is dat niet echt in jullie bezetting? Ja,
dan moeten we eventjes definiëren wat die huisartsenspoedpost is. Dat is huisartsenzorg. De meeste huisartsenpraktijken, dan zeg ik tussen haakjes praktijken, hebben geen röntgenafdeling in hun praktijk zitten. Het mooie is dat wij wel aan het ziekenhuis gebonden zijn. En dat is ook het prachtige van de samenwerking. Want als wij iemand hebben met een buikpijn, onze artsen kunnen ongeveer 80% al zeggen van oké, dit is iets in die buik wat niet goed gaat. En die andere 20% heeft te maken met beeldmateriaal of met labonderzoek, noem maar. Als er iemand een foto moet maken, dan sturen we die gewoon in naar het ziekenhuis hier. En dan wordt er een foto gemaakt. Is er een labonderzoek nodig, dan wordt die hier gewoon geprikt en dan wordt het hier naar het lab gebracht. En binnen een uur, binnen een half uur tot een uur, hebben wij de resultaten. En dus die faciliteiten zijn er wel. Maar stelt u zich voor dat uit die foto komt dat iemand een blinde darmontsteking heeft, dan moet hij naar het AZ gaan voor de operatie. Dus dat is wel het verschil. Zeg maar. Dus dat doen we dan niet hier op, ja, helaas nog niet in dit ziekenhuis. En ik zeg dan nog niet. Absoluut. Is het omdat heel veel mensen, het lijkt alsof dat ze een zwaar hoofd hebben om richting het SIH te gaan. En de reden waarom ik je zulke vragen stel is dat men direct weet waarvoor men hier bij jullie terecht kan. Dus hopelijk neemt ze mij niet kwalijk. Ja, ja. Nee, ik snap het. En een zwaar hoofd hebben om naar de SIH, ik denk dat je altijd een zwaar hoofd hebt als je naar het ziekenhuis gaat, want je maakt je altijd zorgen. En ik denk dat je als patiënt ook moet weten van, wat is iets voor de SIH? Wat is SIH waardig? Dus heb ik meteen eraf gesneden, ja, dan moet ik naar de SIH gaan. Maar heb ik meteen gestoten en wil ik weten als het nou gebroken of gekneusd is? Ja, dan kan je best wel kijken van, ik ga eerst naar de huisartsenspoedpost gaan. Een teen is niet zo spannend, vinden wij, in de medische wereld. Daar kunnen we wel een beetje zonder leven, dus snapt u? Dus zo kijken wij ernaar. Maar dan, als je daar twijfels over hebt, dan kan je het beste gewoon eerst bellen met 124. En dan gaat die dokter aan de telefoon zeggen van, oké, wat heb je gedaan met die teen? Hoe ziet die teen eruit? Wat voor kleur heeft die teen? Kan je het nog bewegen? En aan de hand van al die vragen, weet die dokter aan de telefoon van, nou, de kans dat het gebroken is, is groot. Kom maar langs en dan gaan we even hier eraan trekken en eraan duwen. En als we twijfels hebben daarover, gaan we een fotootje maken. Dat doen we ook in dit ziekenhuis. En als het zeg maar toch een breuk in zit, dan gaat u naar de orthopeed. En dat zit ook in dit ziekenhuis. We hebben het over allemaal mooie dingen. Maar is het wel voorgekomen dat mensen klachten hebben over de manier van ontvangen? Of dat ze misschien zijn geschreeuwd? Want we kunnen het zeggen hoe we zijn. We zijn in Suriname, vaak genoeg smagro, fupchinso. Is dat voorgekomen bij jullie dat mensen een beetje, ik ga niet zeggen heel veel, maar een beetje onheus zijn behandeld doordat de patiënt zelf een beetje chagrijnig of onrustig is op dat moment? Ja, kijk, onze mensen worden wel getraind en in ieder geval geïnstrueerd hoe ze moeten omgaan met de patiënt. Desondanks is een mens en kan het altijd wel fout gaan. Wat vooral onze naaste ervaring dit jaar is natuurlijk wel alles wat op Facebook geplaatst, zonder context. En wordt er heel veel gesproken om het geval op Facebook, maar wordt dan geen context aangegeven. En onze tactiek is vaak dat als iemand een klacht heeft, kan je gewoon het klachtenformulier invullen op onze website. En eigenlijk binnen een dag neemt onze manager contact op met je om die klachten door te spreken. En nodigt je ook uit op spreekuur om even te bespreken van wat is er aan de hand, wat is er misgegaan en hoe kunnen we het beter doen. En in sommige gevallen zelfs die medewerker erbij die te maken heeft met die klacht. Dus onze klachtenprocedure is redelijk strikt. Desondanks geef ik altijd mee dat we kunnen onze mensen wel trainen in agressie, om hoe ze met agressie omgaan en dat soort dingetjes. Maar het is wel de toon die de muziek maakt. En als je hier schreeuwend en slaand binnenkomt, dan zal de zorg niet aan jou gegeven worden. Dus dat staat wel vast. En dat is ook mijn beleid. Ja. Dat is helemaal duidelijk. We naderen het einde van dit gesprek, dokter Rens. Heeft u nog wat, ja, ik zal maar zeggen, goeieheden die men nog kan verwachten richting that one year anniversary? Nee, ik denk dat we zijn humble in het feit dat wij dus zorg mogen leveren. En ik denk dat wij dus ons beste kunnen richten op zorg leveren. Ik denk dat als je na een jaar je bedrijf mag dopen en dat je na een jaar zegt, oké, we zijn succesvol, dan is het nog niet echt tijd voor een feestje. Want er zijn nog steeds te veel mensen die te laat binnenkomen. Er zijn ook veel patiënten. Er wordt te weinig preventie gedaan in het land.
Dus mensen komen te laat binnen, mensen lopen te lang rond met dingen waarvan je denkt van ja, was nou maar eerder gekomen. Ik heb 3 dagen of 2 dagen geleden ook een mevrouw gezien die hier binnen de auto zit met een been wat eigenlijk een week geleden wel misschien te redden was en nu niet meer. En dat zijn wel dingen die je wel aan het hart gaan. Dus ik denk dat het is nu nog geen tijd voor een feestje. Het is wel belangrijk om te zeggen van hé, het gaat goed met die huisartsenspoedpost en we worden gezien. Er komen veel mensen naar ons toe en mensen zijn tevreden over wat we geven. En die uitbreiding die zit er gewoon aan te komen in dit jaar nog. Alleen dat hou je ook een beetje nederig binnen de groepen. Maar ja, weet je, het is vooral gewoon heel mooi. En dat we misschien over 5 jaar, dat we misschien wel een 5 jaar gaan vieren. Maar een jaar, ja, ik vind dat elke ondernemer die een jaar een bedrijf heeft, ja, die zal niet na een jaar al feest vieren. Nee, maar ik doelde ook niet op feest hoor. Maar nee, maar ik doelde niet op feest. Maar hier aansluitend, welk advies heeft u naar de samenleving toe? Want ze weten, jullie zijn er. Jullie deur staat open, jullie proberen altijd ieder te helpen. Welk advies heeft u naar de samenleving toe? Bellen is gratis. Dus bel als je een vraag hebt over iets. Bel als je zorgen maakt over iets. Bel gerust even met 124. Die dokter staat daar, dat is de taak van die dokter om de telefoon op te nemen als u belt. Dus bel gewoon gerust naar 124 en dan kunnen wij u te woord staan. Als het nodig is dat u moet komen of als we advies voor u hebben, zullen we dat gewoon vrijblijvend aan de telefoon geven. Ja. Loop niet te lang met medische klachten rond, want als je lang ermee rondloopt, dan wordt het veel erger. En uitgestelde zorg is altijd duurdere zorg. Dat is echt een uitgangspunt. Dus hoe langer je ermee wacht, hoe verder je bent met je ziektebeeld en hoe duurder het wordt. Het belangrijkste, zorg ervoor dat je die verzekering gewoon regelt. Regel dat gewoon, ook voor die kleine kinderen, regel dat gewoon. Je kan naar SZF gaan, regel je verzekering. Zorg ervoor dat het goed zit. En dat is het belangrijkste. Heel sterk advies zal ik zeggen. Alsnog heel erg bedankt voor ons wederom te ontvangen om te praten over de huisartsenspoedpost. Want ik had altijd het idee dat mensen altijd voor verkeerde zaken kwamen. Vandaar ik wederom bij u aandrong om liever weer opnieuw over te praten, zodat men precies weet. Want men dacht vroeger hier, in het vorige deel van vorig jaar, wist men dat hier ook een EHBO was of een SEH, maar dat is nu niet meer hetzelfde. Maar heel hartelijk dank nogmaals, meneer Rens. En dan, we blijven de spoedpost volgen. En tot hogere hoogte, zal ik zeggen. Jazeker, zeker. Tot eind van het jaar. Kijkers, u heeft de heer Rens gehoord. Verzekering is belangrijk, vooral als u weet dat u plotseling een dag ziek kan worden of ziek bent. Dat was het voor deze aflevering van In Gesprek Met. Wij zien u volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan.